Ja, dames en heren, goedemiddag. Buiten regent het en is het vies, maar hier is het warm. Want hij verwarmt de harten van ons publiek. Dames en heren, geef hem een waanzinnig applaus. Hier is hij weer, Rob Frank. Yeah, dankjewel. Welkom mensen. Godverdorie, het is weer ramdruk. Een spam dit keer waar een rode draad door loopt. Dat proberen we al vaker. De rode draad is vandaag Eindhoven. Dat is leuk, want wij zijn een Eindhovense talkshow. Theo Maassen, typisch Eindhoven. Het is mijn laatste seizoen, hè? Dat weten jullie nog 5 keer en dan ben ik weg. Dus ik heb de vrijheid om ook leuke gasten uit het verleden nog een keer uit te nodigen. Theo komt ook nog een keer. Heeft hij al toegezegd. Dus blijf komen. Doe maar een filmpje. Waarom wij de Ronde van Eindhoven organiseren en waarom wij hebben gekozen voor Eindhoven? Mijn vader heet Nijssen, is zijn hele leven bij Philips in dienst geweest. Dat wonder van Eindhoven, ik hoop dat er mensen zijn die mij hier nog kunnen vertellen vanavond wat dat wonder precies is. Eindhoven heeft nooit de credits gekregen die het verdient als een van de grondleggers van de informatiemaatschappij. En dat is onterecht, maar het is ook onverstandig. Want we kunnen veel leren van wat hier is ontwikkeld en wat er daarbij goed ging en fout. Eindhoven verpersoonlijkt wat mensen bedoelen als ze het over kennis-economie hebben of creatieve samenleving. En we gaan Nederland verslag doen van onze creatieve Loerders onder de grote rivier. Eindhoven dus, Joost Nijssen. Welkom Joost. Voel je een beetje thuis? Hij doet het. Want je komt uit Eindhoven. Ja, ik zie een hele goede jeugdvriend zit hier in de zaal. En nog iemand die ik van vroeger goed ken. En de ouders zelfs zijn hier. Ja, nou je ouders kende je al, die ken je al heel lang, hè? Ik ken mijn ouders al best lang. Ja. Waar ben je geboren? In Eindhoven. Ja, waar? Ah, in een flat in de Mauritsstraat. Thuisbevalling? Een thuisbevalling. Ja, ja, ja. Ja. Ja, hij kijkt zijn moeder. Ja, ja. Moeilijke bevalling? Het verhaal gaat dat mijn navel niet zo mooi is als de rest van mijn lichaam. Omdat hij om mijn nek zat toen ik geboren werd. En dat is van de afmaak. Oh jee, dus bij de wereld draait door moet je hem dan laten zien, maar hier hoeft dat niet. Nee. Je navel. Ja, toen ben ik om een anderhalve verhuisd naar de straten, naar de Volwassenenhoofdstraat, waar Augustinianen is. Ja. En daar ben ik opgegroeid, daar ben ik gebleven tot ik ging studeren in Amsterdam op mijn 19e. Ja, dus je bent geboren, getogen, ja. Opgegroeid, opgevoed. Je hebt geleerd in Eindhoven. Hè? Lagere school, welke? Lagere school was ik op een christelijke school, dat heette de Christelijke Nationale School in de Hadewieglaan. Oké, waren jullie christelijk thuis? Ja, mijn moeder is van gereformeerde huis. Of zijn? En de vader van katholieke huizen. Ik ben daar een soort eclectische mix van. Met wat atheïsme eraan toegevoegd. Ja. En mijn lagere school was in ieder geval christelijk. En de middelbare school was dan weer heidens. Wat toen heette het GLE. Het Gemeentelijk Lyceum Eindhoven. Dat is later anders gaan heten. Maar misschien is het hier nog bekend bij het Genderdal, dacht ik. Ja. Oké. Okay. Vertrokken uit Eindhoven toen je 19 was. Waarom? Nou, ik was eerst, dus ik had mijn middelbare school afgemaakt en toen
had ik natuurlijk megalomane plannen over de toekomst. Dus ik dacht, ik word of concertpianist of ik word groot schrijver. Niks ertussenin en niks anders. Mm-hmm. Dat is toch niet zo eenvoudig. En ik was uitgeloot voor een studie. Toen heb ik een jaar gewerkt in de bistro van John Vagel in de stad Schouwburg. In de hele Schouwburg. En dat is fantastische ervaring. Als obertje. Obertje. Als obertje en als barkeeper. Dus ik eindigde met verslagen alcoholistische gescheiden mannen aan de bar van het restaurant van John Vagel. En ik ging daar weg toen John Vagel ook de tent moest sluiten, want hij ging toen failliet. Ja, ja. En toen is hij naar Amsterdam gegaan, net als ik. John en ik zijn samen naar Amsterdam gegaan. Ja, dat snap ik. Ja, nee, een boeiende familie, die Vagels ook. Hè? Ja, hij was de oudste. Ik moest zijn familie dan bedienen op stille momenten. Dat was fantastisch. Stond er een soort godfather. Er was een godmother eigenlijk. Mevrouw Vagel was toen al 80. Ja. En die had al die kinderen. Die kwamen daar allemaal eten met elkaar. De horecawereld verdelen in Amsterdam, in Nederland. Dus zij waren de eerste die Franse keuken een beetje hier naartoe brachten. Maar er is er ook één vermoord, toch? Ja, Gerard Vagel is vermoord. Ja. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want het gaat over Eindhoven. Ging je ook stappen op het Stratum Zend? Zeker weten. Ja. Vooral in dat jaar dat ik in de horeca zat hier in de stad Schouwburg, ging ik na mijn werktijd ging ik vaak het Stratum Zend nog op. En dat is natuurlijk de rode draad vandaag door ons programma, het Stratum Zend. En jij hebt hem ergens genoemd. Het Stratum Zend tegenwoordig is net een reperbaan, maar dan zonder hoeren. Ja. Nou, het was toen al een beetje een reperbaan, herinner ik me. Want het was toen net de omslag, en dan heb ik het over 76, 77, dat steeds meer voormalige winkels getransformeerd werden in cafés, die dan ook vaak de naam kregen van de winkel die daar zat. Dus je had Café de Herenkapper, want daar zat vroeger een herenkapper, maar je had ook een ander café. Dus het begon toen natuurlijk al, het was al een straat vol cafés. Ik heb ook een litteken hier dat nog terugvoert naar een gevecht daar. Aha. Dus dat is ook of een gevecht, ik werd in elkaar geslagen eigenlijk, daar komt het op neer. Ja, maar dat werd niet gefilmd toen? Nee, werd niet gefilmd. Maar er werd dus al in elkaar geslagen? Ja, wat en dat is misschien kenmerkend van Eindhoven ook. En dat Stratum Zend, maar ik vertel jullie natuurlijk niks nieuws. Maar wat daar gebeurde, waarom daar zo'n spanning was, natuurlijk dat allerlei sociale klassen daar bij elkaar kwamen. Want op elke potje past een dekseltje. Voor elke sociale groep was een café in feite. Dus je had de blowers in de ene café. En je had de patsers en de, ik weet niet hoe we ze toen noemden, in de andere café. En al die smaken die kwamen dan, als de cafés dicht gingen, bij elkaar in een snackbar. Waar onder het harde TL-licht de verschillen nog eens werden uitvergroot. En waar ik toen ook eens een keer een glas bier mee gezet. En jij was ook van uitdelen? Nou, dat was een oude middelbare schoolvriend en die had een vriendin en die zat in het frietbakje, dat is heel triviaal nu, in het frietbakje van mijn toenmalig vriendin te handelen. Ja, maar dat moest je ook toen niet doen, man. Toen duwde ik die frietbak in haar gezicht en toen ging haar vriend mij met een glas bewerken. Ja. Oké. Okay. Nou, leuke opening. Het beeld is duidelijk, toen en nu. Ik wil met je praten over het festival. Ja? Een festival en dat heet? Ja, het Wonder van Eindhoven. Het Wonder van Eindhoven. Hoe is dat ontstaan? Nou, er zijn de directeur van Paradiso, een beetje een oude rocker die nu afzwaait binnenkort. Die heeft daar heel lang gezeten. Die heeft Paradiso als poptempel groot gemaakt in Amsterdam. die komt hier uit de buurt. En die wilde iets van een serie in Paradiso houden over wat hij dan in zijn mistige politieke taal noemt creatieve biotopen. Dus hij wou een serie doen over zeg maar, de relatie tussen industrie et cetera en steden. En dat is eigenlijk nooit van de grond gekomen, maar Eindhoven bleef bij hem hangen. Toen kwam hij Willem van Zeeland tegen van de VPRO. En die werkte toen bij de Melkweg. Ook een Brabander. Ook een Brabander, hij komt uit Boekel. En zij kwamen mij tegen en toen hadden we eerst een beetje een campy-achtig, melig idee om in Paradiso alle artiesten uit Eindhoven neer te zetten. Dus gewoon van jong tot oud, door alle lagen heen. Gewoon nog levend. Levende artiesten en ook wat dichters en Adrie van der Heijden uit Gelderop en uiteraard Theo Maassen en Lenny Koer en iedereen die hier vandaan komt. En toen werd dat eigenlijk wat groter. Toen dachten we, dit is toch iets te kortzichtig. Want Eindhoven fascineert ons eigenlijk
om een grotere reden. Hè. Er is meer dan alleen... Ja, en toen kwamen we eigenlijk achter dat wij van een generatie zijn. Al is Pierre 10 jaar ouder en Willem 10 jaar jonger dan ik. Maar dat we allemaal hier hebben gezien in onze jeugd wat deze stad was. Dat we aanvankelijk dachten, we moeten hier gauw wegwezen. Want is dit een lelijke stad? En wat is die multinational rechts? En wat is er veel reden om heel gauw naar Amsterdam te snellen? En dat we eigenlijk later dachten van, dan heb je meer afstand. Dan kan je beter nadenken over waar je bent opgegroeid en wat is wel. Dat we dachten van, alleen al dat wonder van, want het wonder van Eindhoven is natuurlijk in hoge mate Philips. Maar ook de mentaliteit proberen we dan de vinger nu achter te krijgen die daarachter oude zit. Oude logo, hè? Ja. Ja. En dat we dachten van, wat was dat toch eigenlijk onvoorstelbaar? We hebben de mond vol over Steve Jobs en over Silicon Valley. En wij zijn eigenlijk per ongeluk, want iedereen wordt per ongeluk geboren, opgegroeid in een soort Silicon Valley-achtig gebied. Waar een stoffige vlakte met een klein dorpje is uitgegroeid tot een stad die weliswaar slechts de vijfde van Nederland is, maar die een eigen vliegveld kreeg. Mondiaal is het een dorp, hè? Nog niet eens. Als wereldstad telt het niet. In grootte. Maar de eerste radio, de eerste tv-uitzending, de eerste zwart-wit film, de eerste gloeilamp mogelijk. Elektronische muziek, nederpop, new wave, punk, hip-hop, allemaal geboren in Eindhoven. Ja, en dat wilden we begrijpen. Van hoe, waar is dat begonnen en hoe komt dat nu eigenlijk? Het definitieve antwoord hebben we niet. Het is een beetje een onbewijsbaar fenomeen. Maar wat we proberen met dat project in allerlei geledingen. Misschien zal ik kort zeggen wat er gebeurt. Daar komen we zo op. Okay. Ik vraag altijd naar het nut en de noodzaak van dingen. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan hoor ik daarin dat het toch eigenlijk ook een soort zoektocht is. Ja. Van Eindhovenaren, Brabanders, mm-hmm. naar dat fenomeen. Of mogelijk ook naar hun roots. Ja. Wat maakt dat nou zo bijzonder? Is dat samengevat goed? Ja, dat is zo. En op een gegeven moment dan lees je natuurlijk landelijk de berichten over Philips hoofdkantoor dat hier uit de stad vertrekt. We hebben ze bij ons in Amsterdam natuurlijk zien komen in de Rembrandt-toren aan de Amstel. En dat is ook een moment dat ik dacht van, hey, Eindhoven, zou dat nu helemaal in verval raken? Zoals Detroit, is het Detroit, in verval is geraakt door de inklappen van de auto-industrie. Want dat gebeurt heel vaak met steden die hun bestaansrecht ontlenen aan de plaatselijke industrie. Mm-hmm. Ik weet niet hoe het met Batadorp gaat, maar misschien is het daar wel heel verdrietig ook. Dus ik was ook gefascineerd van, gaat Eindhoven dit nou overleven? En wordt dat nu een beetje een spookstad? Overdreven gezegd, heel intrigerend. En wat we ook rekenen tot het wonder van Eindhoven is nou dat is eigenlijk niet gebeurd is. Dus dat er van alles aan te merken zal zijn op deze stad, zoals dat ook op Amsterdam aan te merken valt. Maar dat het zich heeft aangepast aan een nieuwe tijd. En De idee was van, als je Philips uit Eindhoven haalt, dan is er niks meer. Ja. Dan zijn we weer terug bij 1900 of wat ook. Ja. En in de realiteit blijkt dat er een enorme veerkracht is. Ja, dus ik ben niet lid van het stadspromotieteam Eindhoven, maar ik geloof wel... Nou, jullie doen toch echt veel voor Eindhoven op het moment, hoor. Ja, nou ja, in ieder geval, er zijn natuurlijk dingen, maar die zijn voor jullie allemaal gesneden koek. Maar zo'n design week en zo, en ik weet nu langzamerhand ook wel weer dat er allerlei realiteiten achter liggen die niet alleen maar rooskleurig zijn en dat het ook geld kost. Hè. Maar dat is toch wel iets wat landelijk heel sterk is opgevallen en een ik ben nu even zijn naam kwijt. De beroemde ontwerper met zijn Piet Hein Eek. Piet Hein Eek maakt een baas. En PSV doet het nog steeds aardig. En er is eigenlijk geen verval zichtbaar. Ik vind het wel jammer eigenlijk. Pek Zwolle is trouwens ook een hele goede club. Oh. Leg uit. Die hebben vorige week van PSV gewonnen. Hier in Eindhoven. 3-1. Ach man. Okay. PSV, een goede club. Nou ja, nee, je praat met een... Nou, Arno Kantenberg schrijft in het boek wat we dus erbij uitgeven. Dat... zeg ik het nou goed, dat PSV, dat Eindhoven de enige stad is van zo'n relatief bescheiden omvang. Die niet alleen heeft meegespeeld in de Europa Cup, maar hem ook heeft gewonnen. Zeg ik dit goed? Ja, nee, maar die inderdaad op niveau. Ja, dit is dus echt eigenlijk bijzonder. Want toen ik speelde ook bij PSV. Vertel. Een jaar. Nou, dat ging zo. Betaald? Een vriendje van mij die voetbalde daar. En die was toen waren in brugklas, 12, 13 jaar.
Bij Welschap daar trainen ze toch? En ja. Met nog hele mooie sokken. Dus niet met rood-wit, echt in banen. Zoals van die oude jongensboeken sokken. En ik was enorm trots dat ik daar mocht meespelen. Welk team heb je gespeeld? Nou, de pupillen of de junior, hoe heet dat als je 12? En dat heette toen de P'tjes, de P. Ja. En je had iets van een duizendwekkend aantal elftallen. Ik denk 12. En ik denk dat ik reserve was in de P12, zoiets. Oké, okay. Nou ja, dat is een mooie. En toen was ik wel, ik dacht van op een dag, dan durf ik hem erin te schieten. Toen, maar wij rookten natuurlijk allemaal, dan rolden checkies. Ja. En toen ik een keer... En Jackie rookte buiten bij het veld na een training, waar ik ook niet aan mee mocht doen, geloof ik. Toen zag die coach mij, die heeft mij eruit getrapt. Einde van je voetbalcarrière. Alles was natuurlijk in de Eredivisie beland. Goed, nou, Eindhoven in Amsterdam. Je, ik ben een Amsterdammer die naar Eindhoven is gekomen. Jij bent een Eindhovenaar die nu in Amsterdam zit. Er zijn Amsterdammers die het woord Eindhoven niet uit hun bek krijgen. Er zijn Eindhovenaren die het woord Amsterdam niet uit hun bek krijgen. Dat terzijde. Wanneer vindt het plaats, het festival? En wat kunnen we er allemaal beleven? Het is 15 en 16 februari, dan is het hoogtepunt. Het is allemaal begonnen vanuit Paradiso. Daar is dan ook de hoofdavond, 16 februari. Daar treden, dat is een avond, het is al bijna uitverkocht trouwens, dit is geen promotieverhaal, want ik heb daar geen belangen in, maar als je nog daarbij wil zijn, dan moet je een ticket gaan kopen. Rob van Gijzel is daar, ik heb even wat namen opgeschreven, Frits Spits, Rob van Hattem, van het Nemo, Charles Esch, van het Van Abbe, Frans Nauta, Fresco, De Kik, Anneke van Giersbergen, Armand, Theo Maassen, komen allemaal daar. En dat allemaal Eindhovenaar? Ja. Oké. Okay. En dat wordt een hele bonte avond met nog weer een nachtprogramma daarachter en nog weer een zijzaal een programma. De dag daarvoor in het Nemo, dus toch ons Evolion, het Nemo. Daar openen we eigenlijk met... Dat zegt de mensen niks hier. Nee, ik denk het wel. Hun Evolion. Nee, want ik val me wel op dat Eindhovenaar heel veel naar Amsterdam komen ook. Tenminste, ik zie er altijd... Nee, omdat dat hier niet meer kan, hè. Ik ging als jongetje met mijn vader naar het Evolion om al die techniek te bekijken. Ik ook. En nu moet je als Eindhovens jongetje naar Amsterdam. Ja, dat is eigenlijk wel heel ironisch en schrijnend. Ja. Maar daar wordt het geopend en dan komt Rob van Gijzel geeft het eerste exemplaar van het boek. Dat ik dan uitgeef. En Ronald Plasterk komt ook, hebben we net rond. Dus maar die is overal. Die is overal. Ja. Maar ik moet er ook bij zeggen, want er zijn veel meer dingen. Er is in de Melkweg, gaat al donderdag open. En dat blijft tot met 24 februari een fototentoonstelling. Georganiseerd door een van de vier fotografen die hier aanwezig is. Dat zijn de namen daar, hè? Oké, fijn. En dan, er is eigenlijk een heel spectrum. Kunst, hè? Kunst van We hebben een defilé van DAF'jes. We hebben van de Amsterdamse politie hebben we toestemming gekregen om de vereniging van DAF-liefhebbers met een defilé van DAF'jes vanaf het Surinamerplein te laten rijden. Die vrijdagavond de 15e naar het Nemo, waar we dan vervolgens de opening doen en waar we boek presenteren en waar ook weer een tentoonstelling is van oude Philips-producten. Dus er komt een heel optocht door Amsterdam met DAF-dingen. Er komt een special van de VPRO-gids. Er komt een special van de Eindhoven Dagblad. De woensdag de 13e. Het staat al in HP. De tijd en de hits. Je doet het niet expres, maar er gebeurt het Eindhoven-promotie kan niet beter dan dit. En nee. Jullie hebben ook subsidie van Eindhoven gekregen, van de gemeente. Ja. Ja. Nou ja, dus het belang is wel duidelijk. Maar ik wil ook, er komt ook een boek uit. Het hangt allemaal samen. Het hangt allemaal samen, want dit boek, ik houd even heel reclamesje weer in de lucht. En de plaatselijke grote boekhandel van vampieren, Selectie Vampieren, die heeft me net gevraagd om daar formulieren neer te leggen. Mensen kunnen intekenen op het boek, dus die zijn hier verkrijgbaar. Dat is allemaal te koop pas in die week tegen de 16 februari. Het boek heet Het Wonder van Eindhoven, heeft dezelfde titel, dezelfde cover. En wat we daarin mee willen, en dat is mijn terrein, hè, want ik ben alleen maar een uitgever. Dat hele project, dat is totaal uit de hand gelopen. En dat doen die jongens van VPRO en Paradiso allemaal met hun mensen. Die subsidies weet ik allemaal niet hoe dat gewerkt. Ik ben uiteindelijk gewoon een uitgever. En we hebben Arno Kantelberg, die is hoofdredacteur van Esquire. Hij heeft ook in de Volkskrant een rubriek waarin hij de mode van mensen becommentarieert. Elke zaterdag in het Volkskrant magazine. Die hebben we gevraagd, omdat hij uit Gemert dus komt. Om een boek te schrijven, een elementair boek waarvan de hier aanwezigen denk ik het meeste al lang zullen kennen en niet zo opzienbarend. Maar het is wel, het geeft wel weer heel veel herkenning. Hij maakt een wandeling door de stad en beschrijft dan aan de hand van de dingen die hij hier ziet
of het nou het Nat Lab is, of het Evolion of Strijp S, beschrijft hij eigenlijk de geschiedenis van deze stad. En hij probeert een beetje, bijna op een toeristische manier, hij heeft een lekker pennetje, zo'n oude HP-journalist, probeert hij te beschrijven, wat is dit nou voor stad? En wat zit er nou achter die dingen? Ik heb het gelezen. Oh. En we hadden het op internet van je gekregen. De eerste recensie is voor mij heel spannend. Ik moet zeggen, je wandelt ook echt mee. Het zit vol met weetjes, zal ik maar zeggen. Heel veel feiten en leuke historische gegevens. En goh, dat ook. En oh, dat ook. Ja. Het is ook herkenbaar als je Eindhoven kent. Hè. Voor mensen die Eindhoven niet kennen, zal dat minder zeggen. Maar je wandelt echt door de stad. Ik vond het. Ik heb het achter elkaar uitgelezen. Het leest makkelijk. Genoeg zo? Wat hadden we afgesproken? Nou, hoeveel, positieve, 100 euro zou je krijgen. 100 euro. Ja. Goed. Nee, ik heb begrepen dat hier in Eindhoven ook heel veel omgekocht wordt en veel corruptie is. Met woonwagenkampen en zo. Dus ik heb hem meteen geld in zijn binnenzak gedaan. Nee, hij zei, Joost, voor de bakker. Zo werkt het. Zo werkt het. Geld, dat is waar het om draait tegenwoordig. Hè? Goed, het boek komt ook uit. En je zegt, ik ben maar gewoon uitgever. Volgens mij ben je een hele bijzondere uitgever. Ook daar hebben we ons in verdiept. Maar ja, dat gaat buiten het kader van vandaag. Misschien dat we je nog eens terugvragen om succesvolle Eindhovense uitgevers in onze aflevering te hebben. Dit is het hele programma, hè? Ja. Er komt ook tv van? Er komt tv, Andere Tijden heeft iets. Dat mediaprogramma. Nou, dat maakt niet uit. Mensen kunnen. Er komt veel meer nieuws los, denk ik. Zijn er nog vragen? Oh, ik denk ook journaal misschien. We zijn bezig om. Ja. Als ik zie wat er nu al aan. Overal artikelen, dat valt natuurlijk op. Ja. En de wereld draait door. Dat zal ook nog wel lukken, want al die Amsterdamse. De wereld draait door, zijn we nu mee bezig. Dat wilden we met. Kan ik wel uit de school klappen, dat is leuk. We wilden met Theo Maassen en iemand anders daarover praten. En ook Pauw Witteman wou het Theo hebben. Dus een heel gevecht achter de schermen. Is een beetje mijn werk om dat dan ook te bevorderen. Uiteindelijk heeft Theo gezegd, dit mag ik helemaal niet vertellen, maar dat is misschien toch leuk. Nee, dit blijft onder ons. Dat blijft onder ons, hè, gewoon onder vier ogen. Heeft hij gezegd van nee, ik ga dat toch niet doen, want ik word een soort promotiebordje voor Eindhoven. Ja. En daar heb ik helemaal geen zin in. En ik snap dat ook eigenlijk heel goed, want hij houdt van deze stad om zijn redenen. En om daar dan opeens een soort landelijke hype van te maken, daar past hij voor. Dat begrijp ik heel erg goed. Heel verstandig. Ja. En volgens mij komt hij in maart hier in Spam. En daar voelt hij zich ook beter thuis. Joost, je hebt je bereid verklaard om mijn sidekick te zijn vandaag. Ja. Vind ik heel leuk. Nee, zeer vereerd. Dat geeft ons ook de gelegenheid, dan blijf je aan tafel om zaken waar we het nog niet over gehad hebben en waar we het over willen hebben of zouden kunnen hebben, ook nog even aan te sporen. En jij mag als eerste opdracht onze eerste muzikale gasten. Ja, ik heb begrepen dat de vrouw daar aan de microfoon, die ik nog nooit gezien heb, maar nu opeens in mijn ogen ontmoet, Floor Hofman heet. En zij gaat een liedje voor u zingen. En dat liedje schijnt te heten Keep Trying. Thank you.
Floor Hofman. Ja. Ze komt nog twee keer terug. Wat is jouw muzikale voorkeur? Doet hij het? Hij doet het steeds. Maar dat is iets van mannen op onze leeftijd. Die vragen zich de hele tijd af. Doet hij het? Hij doet het. Ja, dat zal het zijn. Wat zei je? Ik stond je niet. Ook, hoort ook bij de ja. Wat jouw muzikale voorkeur? Mijn smaak is, dat is te lang antwoorden. Want dat loopt echt van Monteverdi naar Floor Hofman, als het ware. Ja. Nee, zeer eclectisch. Ja. Veelzijdig en breed. Je bent breed. Ja, het is een beetje zoals ik uitgeef ook. Hè? Want Kluun is een auteur van mij. Ja. Dat is een commerciële auteur, een bekende auteur. Maar ik geef ook... Morgen vertrek ik naar Zuid-Afrika om daar te praten met mijn dichteressen uit Zuid-Afrika. Ja. Dat levert geen geld op, maar dat doe ik ook. En zo is denk ik mijn muziek. Maar jij doet eigenlijk wat theaters ook nog horen te doen, namelijk... Kraken, programmeren en nieuw talent, maar helaas gebeurt dat bijna niet meer. En het is goed dat jij dat nog wel kunt doen. Filmpje. Als jij een van deze 8 jongens kent, dan moet je nu contact opnemen. De volgende beelden kunnen heel schokkend zijn. Ze lopen vanaf het Stratumseind richting Vestdijk. Ze zijn op oorlogspad, lijkt het wel. Verderop komen 2 andere jongeren die op weg zijn naar huis in het vizier. En dan gebeurt het. Eén van de 2 wordt omvergeduwd, probeert weer overeind te komen, maar krijgt dan harde klappen op zijn hoofd. Het wordt nog veel erger. Hij wordt geschopt, geslagen, getrapt, zo hard als maar kan. En nog is het niet genoeg. Het is bijna niet te geloven. De jongen wordt bewusteloos boven op zijn hoofd getrapt. En dan rent iedereen weg en laat hem voor dood achter. Deze daders moeten worden gepakt. Elk beetje informatie is belangrijk. Ook over hoe ze zijn gevlucht. Ja, vrolijk word je daar niet van. Geert Chatroux, kom eens aan tafel. Joost, weet jij wie Geert Chatroux is? Sinds heel kort. Ja. Maar ik ben nu al een fan, want ik heb begrepen wat hij aan het doen is. Ja, maar hij is ook heel bekend als wereldkampioen. Als wereldkampioen. 2 maal, toch? 2 maal wereldkampioen fluiten. Kunstfluiten. Oh mijn god. Ja, er zijn dingen die je als uitgever niet weet. Geert is een... Gaat hij dat laten horen? Nee, dat weet ik niet. Vanmiddag in elk geval. Ja. Maar als zodanig is hij al een aantal keren te gast geweest bij ons. Leuk dat je er weer bent. Vind ik ook. De aanleiding is wat minder leuk. Ja. Vertel. We hebben dit filmpje gezien en iedereen heeft het gezien. En wat gebeurt er dan? Ja, nou, ik heb ook een Facebook-account. Ik doe daar bijna nooit iets mee, maar af en toe op mijn telefoon. En dan zie ik dat wat voorbij komt op dat moment. En daar kwam dit filmpje voorbij en ik klikte daarop. Dat doe ik ook niet zo vaak. En toen zag ik het en toen was ik, ik vertel niks raars. Toen was ik geschokt, maar echt diep geschokt. Dan denk je van... mijn zoon is nu 2 maanden 16 en die gaat vervolgens elke week naar Stratumseind. Dit had ook mijn zoon kunnen zijn, dat is een heel akelig idee. Er zitten vast veel ouders in de zaal die dat herkennen. En het volgende wat ik zag op Facebook was dat er een manifestatie, dat een aantal muzikanten die ik ook ken, een manifestatie wilden houden tegen zinloos geweld. Dus ik duw op het duimpje, like. En vervolgens werd ik eigenlijk meteen gebeld van, hey Geert, sta je daarachter en zou je mee willen doen? Ik zei, ja goed, dat wil ik wel. Goed initiatief. Is dat even voor de secuurheid, tegen zinloos geweld? Ja, tegen geweld in het algemeen. Dat suggereert ook zinvol geweld. Ja, dat klopt. Ja. Nee, zo heet het ook niet, ik vergis me. Het is een manifestatie tegen geweld. Geweld in zijn algemeenheid. Ja. Geweld zonder doel. Want ja... Als Amerika Irak binnentrekt, is dat geweld. Maar kun je ook van vinden dat dat niet moet. Ja. Ja. Oké, tegen geweld, tegen dit soort uitwassen en dat je het daar niet mee eens bent. Daar is eigenlijk waar het om gaat. Daar komt het op neer, ja. 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 Nou, en toen? Ja, we hebben net gehoord, het begint met een ideetje. Je zit met een paar mensen bij elkaar en dan kan het enorm gaan rollen. Is dit ook gaan rollen? Ja, dit is ongelooflijk gaan rollen. Goed, ik werd dus gebeld door Jacques van der Kruis. Die speelt in een band, verschillende bands, maar één daarvan is een Rolling Stones coverband. Rock'n'Roll Circus.
En die heeft dit geïnitieerd, zeg maar. En ik likte die pagina, maar met mij nog honderden andere mensen. En dat ging verder en verder. En voor het wisten waren er echt ongelooflijk veel belangstellenden. En dook de pers daarop, zoals je dat dan zegt. Met als gevolg dat de BRT, omdat een aantal van de daders natuurlijk uit de Turnhout kwamen. Die, potentiële daders, het zijn verdachten. Het zijn verdachten, ja. Ik vind wel dat, wat ik kom nu ook op blogs terecht. Die jongens zijn al veroordeeld. Nou, weet je, er is wel een hoop gebeurd hoor, maar iedereen praat dan over daders. Het is goed dat je me corrigeert. Ik worstel daarmee. Ik weet niet of dat nou een spam hoort. Maar aan de ene kant denk ik van goed dat ze dit delen en geweldig. Kom op, we moeten die daders pakken. En dan zijn ze gepakt en vervolgens gaat dat maar door en krijg je de meest verschrikkelijke verwensingen en de meest afschuwelijke dingen op Facebook. En dan denk je toch van, die daders, 15, 16, 17, die hebben ook een moeder en broertjes, zusje, die moet hier ook mee verder. Ik praat helemaal niks goed, voor de duidelijkheid. Ik vind ook dat die jongens heel, heel flink gestraft moeten worden. Maar wat er dan ontstaat, voelt dan toch ook weer niet fijn. Nederland loopt leeg. Het is Stand.nl, maar dan nog wat erger. Ja, nog erger. Er is de hele discussie op gang gekomen naar aanleiding hiervan over die camera's. Hè, van hoe ver mag je gaan, moet je gaan als samenleving om alles vast te leggen. Ja. Iedereen die dit ziet, die wordt natuurlijk geraakt en die denkt automatisch, het is maar fijn dat die camera's er waren, want nu kunnen die jongens gepakt worden en dan kunnen we ze... Dan kunnen we ze zeer streng bestraffen. Ja. Ik ben het wel een beetje met jou eens. Je moet wel oppassen dat het geen volkshetsers worden. Mm-hmm. En media-hype is ook gevaarlijk. Het is heel raar. Dan krijg je in feite mogelijk hetzelfde wat je nu net gezien hebt. Dan. Ja. Maar wat stel in jouw tijd, er waren camera's geweest. We staan in die frietkraam. Ja? En want dat waren ook beelden die niet prettig waren, denk ik. Ja, maar dan was ik bestraft met 200 taakuren voor het in het gezicht duwen van een frietbakje. En dan was hij bestraft. Nee, wat is het gekke van deze toestanden? Dat ik hoorde dat het zal waarschijnlijk neerkomen op een paar honderd taakuren. Mm-hmm. Dat vind ik wel shocking. Ik bedoel, je moet ze niet voor de rest van hun leven hieraan ophangen. Maar dat je met een paar honderd uur taakstraf weg kan komen als je iemand zo om elkaar geschopt hebt. Dat vind ik wel heel ernstig. Een paar honderd uur is heel veel hoor. Want taakstraffen gaan meestal niet verder dan 240 uur. Dat is ook het maximum zo ongeveer. Ja, maar ik denk dat het heel overzichtelijk is als dader. Ja. Maar luister, laten we even uit deze discussie blijven. Want dan kunnen we. Dat is al heel erg aan de gang. Iedereen heeft het hoor. Het gaat mij even over. Wat gaan we vanmiddag beleven? Ja. Want er kwam dus iets van alles op gang. Je wil iets organiseren, mensen willen meedoen. Vertel. Allereerst toch nog even iets. Ik ben altijd heel blij als ik hierover niet hoef te oordelen. En dan heb ik altijd zoiets van, ben ik bedoel blij dat ik geen rechter ben. Dat was nog even over het vorige stukje. Zo complex vind ik dat. Maar wat gaat er vanmiddag gebeuren? Er wordt muziek gemaakt op het 18 septemberplein. Een aantal bands hebben zich aangemeld van wij willen graag spelen. Er waren er best veel, er is een selectie uitgemaakt. Verschillende bands zijn ook gevraagd. En van de week werd mij de vraag gesteld van denk je nou dat het zin heeft? En dat weet ik niet. Maar ik denk, je moet gewoon iets doen. Dit is iets wat uit heel veel harten kwam van we moeten iets doen. Dus we gaan iets doen. En wat we kunnen is muziek maken. En daarom komen er een stuk of 4-5 bands. Er komt ook een of twee sprekers. Een van de sprekers is Veronique Meeuwsen. Zij is degene die vorig jaar uitkwam bij een jongen in Veldhoven die daar is gedood. Heeft daar de eerste hulp voor verleend. En die komt vertellen over haar ervaringen. En als je iets meer verdiept in deze materie, dan weet je dus dat wat we hier op het filmpje hebben gezien, bijna wekelijks te doen is in Eindhoven, natuurlijk ook in andere grote steden. Dat is wel goed om te zeggen, want het lijkt nu een incident, maar het gebeurt overal. Ja, van de week zei iemand. Nu zie je het toevallig. Ja, van de week zei iemand tegen mij, en dat vond ik heel akelig cynisch, die zei van, hij is toch niet dood? Ik zei, nee, hij is niet dood. Nee. Als hij dood was, mocht het dan wel. Weet je wel? Ja.
De gemeente, want het is allemaal heel kort en heel snel gegaan, heeft ook geholpen, hè? De burgemeester was erin betrokken. Ja, ik heb van Jacques, die het dus organiseert, ik ben maar heel zijdelings betrokken, ik treed alleen maar op, begrepen dat de gemeente alles heeft gedaan om de vergunningen binnen een paar dagen rond te krijgen. En die hebben alle steun verleend die gewenst werd door de organisatie, dus dat is ontzettend fijn. Ja, ja. Het is een spontaan gebeuren. Mensen doen om niet allemaal mee. Ja. Kun je iets zeggen over de line-up? Over wat er allemaal te beleven is vanmiddag? Ja, een aantal bands. Ik ga ze noemen. De Mississippi Delta Brothers. Stardusters, Allee Soldaat. Rock'n'Roll Circus, The Dirty Denims. En iemand die jij ook kent, Lenny Koer. En ik heb het genoegen om samen met Lenny een paar nummers... Ja, je hebt meegedaan aan een album van haar ooit. Ja. Weet je trouwens dat Lenny ook in dit... rijtje thuis hoort. Als jong meisje is ze in Haarlem op het station in elkaar geslagen. Grote foto's in de krant. Hè. De neus kapot. Toen al ook. Ja. Toen is ze bij KNO-arts terechtgekomen en daar is ze later mee getrouwd. En enzovoort. Dus, mag ik hem nog? Dat is één ding wat ik me afvraag bij dit soort manifestaties. Hè? Waar ik grote sympathie voor heb. En ik denk dat je wat dan ook, hoe dan ook uiting wil geven aan je bezorgdheid over zoiets en je geschoktheid. En dan is muziek altijd het mooiste middel, omdat het ook op een bepaalde manier neutraal is en op het gevoel reageert. Maar ik was net in Amsterdam toen de grote vredesdemonstraties uitbraken. Mm-hmm. Met name die ene hele grote. En ik liep daar altijd met heel gemengde gevoelens letterlijk aan de zijkant mee. Mm-hmm. Omdat ik dacht van wat heeft het nou voor zin om te demonstreren tegen oorlog? Want natuurlijk wil je vrede. Wat moet ik hiermee? En nu met deze manifestatie denk ik, het moet natuurlijk gebeuren. Maar wat zou het toevoegen dat we met elkaar weten dat we tegen geweld zijn? Want dat wisten we toch al? Ja, ik begrijp jouw vraag helemaal. Ik liep dat trouwens ook op die manifestatie destijds. Ik denk dat dat je de mensen op deze manier een kans geeft om een gevoel van, misschien is een abollig woord, een gevoel van saamhorigheid te kweken. Van kijk, wij vinden dit allemaal heel erg. En we veranderen hiermee de wereld niet en we veranderen Eindhoven niet, om het wat kleiner te houden. Hopen jullie dat het beleid van de gemeente hierin verandert, beïnvloedt? Ik denk het, dat hopen we natuurlijk. Wat zou er dan beter kunnen? Geen idee. Okay. Nee, ik kan nou iets gaan verzinnen, maar dat is een reactie. Aan anderen. Ik ben daar zelf altijd wat sceptischer in. Ik bedoel, we hebben een grensrechter gehad die dood is. Mm-hmm. Dan komt er een heleboel overheen en ze gaan het nu allemaal anders doen. Ik moet het nog zien. Het zijn trieste uitwassen van de wereld waarin we leven, denk ik dan. Maar het is ook goed om uiting te geven aan dat je daar geschokt door bent en dat je... Misschien is het ook wel een goed moment om bij jezelf stil te staan en eens te kijken van hoe zit het met het geweld in mezelf. He, want het meeste geweld, dat weten we, komt nog altijd voor in gezinnen. Ja. Binnen de ruimte van de huiskamer. En daar zien we heel veel niet van. En dit is een stap daarna eigenlijk. Wat wordt het opeens ernstig. Maar ja, dat mag ook wel eens. Jij gaat heel snel daar weer naartoe. Ik ga die kant op. Vanaf 2:00, dus wij zijn rond nu of 2:00 klaar. En wordt het druk? Heb je enig idee? Nee, we hebben geen idee. We hebben geen idee. We hopen natuurlijk van wel. Er komt heel veel pers, er is heel veel aandacht aan gegeven. Maar het weer werkt niet echt mee, zeg maar. Nou, het is niet zo fucking koud meer. Maar, nee, dat is waar. Nee, we zullen zien. Ik kom straks ook die kant op. Vind ik hartstikke fijn. Jij moet meteen weg, begreep ik. Ja. Nou, veel succes. Fijn dat je even wilde komen. Vond ik ook fijn. Geert Chatrou. Dank je . We hebben een hele tijd een rubriek gehad die heette Jong in Spam. En dan lieten we jong talent en dat kon van alles zijn. Ik herinner me een jonge bokser, een jonge Marokkaanse karateka of karateka. Veel muziek natuurlijk, die rubriek is een tijd weg geweest en nu zijn we er weer mee begonnen. Jong in Spam, Floor Hofman is trouwens ook als 15-jarige in Spam begonnen. En we hebben vandaag daarvoor Bram Verhaag, hij speelt blokfluit. Dat leert hij hier aan de muziekschool in Eindhoven. En ik ga straks met hem praten, maar eerst gaan we naar hem luisteren. Hij speelt Pagan Piper van Christopher Bol.
Bram, kom even aan tafel. Wauw, man. Ga zitten. Ben je tevreden? Ja, zeker. Tevreden, ja? Ja, ik heb altijd geleerd, muzikanten zijn nooit helemaal tevreden. Er is altijd wel ergens een half nootje wat... Ja, nee, dat klopt. Ja? Ja. Ik heb het niet gehoord, hoor. Heb jij het gehoord? Nee. Loopzuiver, volgens mij. Ja, prachtig. Bram, je bent hoe oud? 15 jaar. 15. Wanneer word je 16? September. Oh, dus 15,5 kunnen we zeggen. En hoe lang speel je blokfluit? 9 jaar. Dus je bent op je 6e begonnen? Ja, groep 3. En hoe lang wilde je al blokfluit spelen toen je begon? Hoe wilde ik? Oh, nou, dat was niet echt een limiet, zeg maar. Nee, maar ik bedoel, toen je 2 was, had je nog niet de gedachte aan blokfluit? Oh, nee. Het was meer, gewoon mijn broer speelde ook blokfluit. En mijn ouders, tenminste mijn moeder, die had me ook onder gedaan. En toen, bleek dat ik wel... Dat is Eindhoven, hè? Daaronder gedaan. Ja, ik zit onder blokfluit. Ja, in Amsterdam zeggen ze, ik zit... Op blok. Ja, misschien wel het verschil tussen Amsterdam en Eindhoven. Erop of eronder. Maar goed, dat even terzijde. Ja. Ik vraag het omdat... We zien jou als een jonge fluitist. Maar iemand die er ook... Het is jouw ding al, hè? Ik bedoel, het is niet zomaar even... Ah, ik zit op blokfluit en heb een uurtje oefenen in de week. We hebben hier ook andere muzikanten gaan. Ik herinner me een jonge trompetist. Die was 4. Toen wist hij dat hij trompet wilde gaan spelen. Hij is dat ook gaan doen. En hij gaat als een speer nu. Jij ging onder blokfluit. En was dat dan omdat je dat heel graag wilde? Of omdat je moeder zei, jongen, dat is goed voor je? Onder andere voor mijn moeder. Maar nee, het was eigenlijk meer gewoon muziek maken. Dus nou, waarom... Die blokfluit, hè? Als begin instrument. Ja. Nou ja, heel veel kids beginnen met blokfluit. Ja. Nou, is dat ook een instrument wat dan op een gegeven moment weer terzijde wordt gelegd als opstap naar gitaar? Ja. Bij jou is dat nooit gebeurd? Nee, ik heb gewoon, bleek als je aanleg voor hebt, nou ga je erop door. En ja, zo nu dan. En jij had aanleg? Blijkt. En waar zit dat dan in? Dat fascineert me. Wat maakt nou dat jij dat hebt en je broer misschien niet? Of? Ja, ik denk dat het gewoon in je zit. Je hebt het of je hebt het niet. En, ja? En dat, maak je, dat vorder je, dat studeer je. Dat. Ja. Als jij zo'n... Het is een instrument, hè, een blokfluit. Als je die vastpakt, wat gebeurt er dan met je? Ja, je zit als je het... Vooral bij blokfluit heb ik dan... Dan je zit er... gelijk in, zeg maar. Je weet dat er gewoon mooi geluid uitkomt, al dat. Ja, en dat men daarvan geniet. Nou, en is het dan zo dat jij de blokfluit stuurt of stuurt de blokfluit jou ook een beetje? Beide. Ja, een beetje van beide, denk ik. Ja? Ja. Dus het kan dat je meegenomen wordt. En, zeker, ja. Je hebt les hier in Eindhoven van? Zeker, van Carla Fransen. Carla Fransen, van de bekende familie Fransen. Ja. Muziek in Eindhoven. Je kent de familie Fransen? Is dat waar ook Porgy Fransen uitkomt? Porgy Fransen, dat zijn 11 of 12 kinderen. Ja, 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 ja. Allemaal muziek. Moeder heb ik als gast kort geleden hier gehad. Die is 90 en ook nog altijd bezig. Wat mij nou intrigeert is dat als je zo'n talent hebt... En jij wordt verliefd op die blokfluit, kennelijk al jong, of althans, misschien is het een liefde die langzaam groeit, dat weet ik niet. Maar hoe je voorstelt dat je jouw leven als misschien coole jonge man in overeenstemming brengt met het imago van een blokfluit, dat heel ver afstaat. Beetje lullig. Allereerst van geweld op de straat of zend, maar ook eigenlijk van alles ertussenin. Mijn zoon had ook blokfluitles en die smeekte me een gegeven moment echt van... mag ik alsjeblieft op saxofoonles, want ik word echt gepest. Ja. Dus er zijn maar weinig dingen waarbij je zeker weet dat je gepest wordt op de lagere school. Het is als je als man, als jongen zeker, blokfluit speelt. Word je gepest? Hoe ga je daarmee om? Nee, ik word niet gepest. Je bent er ook nooit mee gepest? Nee, gelukkig niet. Geen geweld ook toegepast? Nee, maar even serieus. Denk je daar wel eens over na, over je imago als je blokfluit speelt in plaats van een veel, veel hipper instrument? Ja, nee, want blokfluit wordt
natuurlijk onderschat. Maar dat is ook het leuke. Als ik ergens moet optreden op weet ik veel waar. Maar dan zeggen ze, en hier komt Bram op de blokfluit. Ja, en dan denk ik, oeh, dat is ook wel een beetje. Maar dan denk ik, oh, en dan wordt er dan de zaal geroezemoes. Oh, dat is best wel goed, die jongen. En dit en dat. Ja, dus dat vind ik altijd leuk eraan. Je onderschat het instrument. En dan blijkt dat het toch meer uit kan halen dan wat er nu, zeg maar, als naambordje aan hangt. Dus, ja. Want dat is altijd nog wel zo, hè? Ja, denk ik wel, ja. Wordt er ook nog muziek gemaakt voor blokfluit? Muziek van deze tijd? Stuk wat je net speelde, toch? Is ja. Het modern? Ja, dat is een modern stuk. Ja, de componist is toch niet overleden. Dus zeer van nu, zeg maar. Het is, Nederlandse componist was dit? Of? Nee, het is geen Nederlandse componist. Ja. De Christopher Ball, ik denk een Engelsman, zoiets. Maar nee, ik weet niet. Het kan altijd gewoon gevraagd worden van, kan je een blokfluitstuk schrijven van nu met de dingen die zeg maar voor blokfluit toegepast kunnen worden. En Heb je veel van die instrumenten? Ja. Want het meeste mensen denken, blokfluit, dat is dat dingetje, maar er zijn allerlei maten en soorten volgens mij. Ja, je hebt sopranino, sopraan, alt, tenor. Net als bij een sax. Al die, hè? Ja, precies. Ja. En je speelt ze ook allemaal? Ja. Ja. Godverdorie. Ja, nee, ik vond het namelijk prachtig. En we zijn toe aan een nieuwe Frans Brugge, denk ik. Toch? Is dat ook, ja, dat wou ik net vragen. Als je gaat voetballen als jongetje, dan heb je je helden. Dan wil je Cruijff worden. Maradona of Messi tegenwoordig. Heb jij zo'n voorbeeld van een blokfluitheld? Nou, of heldin? Niet zozeer van, kijk tegen iemand op. Dat doe ik niet, maar ik heb wel zeggen van, die man kan goed spelen. Dus, wie is dat dan? Ik naar Erik Bosgraaf, onder andere. Frans Brugge, ja, heb nooit echt heel goed naar geluisterd, maar is ook een zeer goede blokfluitist. Ja. Je won heel recent, heb je het Sint Elisabeth concours gewonnen, hè, voor jongeren. Klopt dat? Het Prinses Christina. Prinses Christina concours. Ja. Oh ja, het Elisabeth concours, dat is nog een stap hoger. Prinses Christina concours voor jongeren. Ja. Nou, dat is heel prestigieus toch ook. Wordt dit jouw toekomst? Wil jij professioneel de muziek in? Kans is aanwezig, maar ja, toch moeilijk. Of zeggen je ouders, jongen, hartstikke mooi, maar gaan nee, vaak nee, mijn leren. Ouders steunen mij, denk ik, daar wel in als ik de keuze wil maken. Maar, je denkt het, wil je het zeker weten? Want dan vragen we ze er even bij, dan gaan we dat ter plekke regelen. Maar elk conservatorium die rolt toch de loper uit voor jou? Als je op deze leeftijd al zo speelt? Ja, kan je zo wel zeggen, maar wat is het beste conservatorium voor blokfluit? Dat verschilt, hangt er vanaf waar je naar kijkt. Oude muziek. Hier in Nederland is Den Haag. Modern, ga je meer naar Amsterdam. Ja, die twee zijn toch wel, ja. Weet je wat, we gaan jou gewoon volgen, want we houden je gewoon in de gaten. Want talent komt altijd bovendrijven. Wat ik altijd ook nog even bespreek met jonge talenten, want er gaat heel veel studie in zitten. Ja. Hoeveel? Ja, probeer het toch wel iedere dag, uur minstens te oefenen. Ja. Oh, dus er blijft nog tijd over voor dingen als verkering. ik heb geen verkering nu, maar nee, maar dat, ja, dat soort je sluit vragen, het niet ja, uit. Komen we, ja, daar heb ik nog wel tijd voor. Ja. Heb je tijd voor? Nou, dit is live op internet te volgen, dus moet eens kijken hoeveel tweets er in jouw richting op komen. Bram, fijn dat je er wilde zijn. Bedankt en heel veel succes. Ja. En we houden je in de gaten. Succes. Filmpje. De Ark op het Trudoplein in strijp is gekraakt door de Occupy-beweging. Maar anders dan je van krakers zou verwachten, zijn ze nu hard bezig om het pand op te knappen. Ze vinden het namelijk zonde dat de parochie er verwaarloosd bij ligt en willen er een cultureel centrum van maken. De oude parochie werd in 2010 ook al gekraakt, maar de politie ontruimde toen het gebouw omdat de krakers voor overlast zorgden. De nieuwe krakers hopen het pand over te kopen, al moeten ze eerst nog wel in gesprek met de eigenaar en vastgoedontwikkelaar Landsheren. De eigenaar van de Ark was niet bereikbaar voor commentaar. Verantwoordelijk wethouder Mary Viers liet weten dat de gemeente voorlopig nog niets gaat doen. Het is volgens haar een zaak tussen de krakers en de eigenaar. Maar LPF-raadslid Rudy Reker laat het daar niet bij zitten. Hij gaat raadsvragen stellen om de krakers uit het pand te krijgen. Nou, kijk of dat gaat lukken. Cindy Rad en Maurice Meijer.
Jullie mogen samen met één microfoon doen, maar dat is, het werkt het best als degene die praat dat met de microfoon doet. Cindy Rad en Maurice Meijer. Cindy Krakers. Rad. Nou, heb ik als beeld bij Krakers nog steeds van die hanenkammen. Agressieve zaken. ME die met containers op een dak landt om panden te ontruimen. Dat, ja, bij jou zie ik iets van haren omhoog steken, maar dat mag toch geen naam hebben, vind ik. Hoe zit dat? Wat voor krakers zijn jullie? Ja, zoals met wat meer die jongen die net viool speelt. Hij, of, zo houden. Die net de blokfluit. Nee, die net de blokfluit speelde. Hij wilde niet in een hokje geplaatst worden. En wij willen niet graag in dat hokje krakers geplaatst worden. Wat wij graag willen is de ark redden. En de enige manier om dat pand open te krijgen was kraken. En dat was de enige oplossing. Dus zo hebben we het uiteindelijk aangepakt. Even misschien, wie zijn wij? Je zegt wij. Ja, Cindy, pak jij maar. Ja. Wij is meer... Cindy. Nou, wij zijn eigenlijk gewoon mensen die ons inzetten voor iets wat ons aan het hart ligt. Dat is in dit geval gewoon gebouwen die verpauperd worden, die uiteindelijk mogelijk gesloopt worden. Ja, maar woon je daar in de buurt bijvoorbeeld? Ik woon in de Ark. Ja, nee, nu. Ja, maar ik daarvoor. Woon nu in de Ark. Ik ben geboren in Strijp, mijn zoon woont 2 straten van de Ark gelegen. Ja, dus je zag dat ding en je liep er vaak langs en je zag hoe het verpauperde. Ja. En je praatte daar met anderen over waarschijnlijk. Ik heb veel verhalen gehoord. Ja. De buurtbewoners die zijn eigenlijk al jaren in een soort gevecht met de eigenaar. Ja. Want die wilden gewoon niet dat het gesloopt werd. En heel veel mensen hebben daar echt hele goede. Maar wat doe je dan als je niet kraakt? Als ik niet kraak? Ja, ik bedoel... Ik ben niet elke dag aan het kraken. Nee, maar... ik heb nog nooit van mijn leven gekraakt, sowieso. Ah, dus, is je eerste kraak? Dus, niet, nee. Nee, maar... Ben je actief in iets of werk je? Of? Ik probeer altijd mensen te helpen. En, ja, dat je bent van de theetuin? Ik ben van Theetuin Tivoli, ja. Ja. Thuis, toen ik gewoon nog een normaal huis had in Tivoli, deden wij 3 keer in de week workshops voor kinderen. Op basis van gezonde dingen. Leren eten, leren kweken met de plantjes en creatieve workshops. Dat deden wij gratis. En verder deden wij 1 keer in de maand etentjes organiseren voor mensen uit Eindhoven. Dus er kunnen gewoon vreemde mensen komen. Okay. Die nemen... Actief op dat soort velden. En wat doe jij als je niet in de ark zit? Ja, ik ben meer van buiten betrokken bij de ark. Ik werk gewoon 40 uur in de week nachtdienst bij een van de grootste taxibedrijven hier in Eindhoven. Okay. Daar werk ik 40 uur in de week nachtdienst. En ieder vrij moment probeer ik mijn eigen in elk geval met Cindy's plannen Hoe te betrekken. Hoe kennen jullie elkaar? We hebben elkaar ergens een keer, ongeveer 2 jaar geleden nou? Een jaar geleden, 2 jaar geleden? Op Klausplein ergens ontmoet. En sindsdien eigenlijk steunen we elkaars plannen. En probeer ik Cindy te helpen met alle plannen. Okay. Wat er werd aangekondigd in dat filmpje, het is de Occupy-beweging. Dat zijn jullie ook? Of? Nee, daar hebben wij in principe... Wij staan wel achter de boodschap, maar op dit moment staan we daar helemaal los die van. Die staan hier buiten eigenlijk. Ja, die staan hier buiten. Oké, daar hebben we het dan niet over. Oké, jullie gaan kraken. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe benen jullie binnengekomen? Een van ons is naar binnen gegaan. Wij wonen dus sowieso al met de groep samen. Een daarvan die wilde graag wat privé-tijd 1 dag. Die is daar naar binnen gegaan. Hoe? Raam ingeslagen? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Want geen was idee, hoeven we ook niet te weten. Houden we stil. En die heeft daar een gesprek opgevangen tussen waarschijnlijk de eigenaar en misschien een mogelijke koper of iemand die iets met pand wilde doen. Dat bleek dat je die moest 500.000 investeren. Ja, wat hij dus niet ging doen om het weer bruikbaar te maken. Dus toen kwam het idee van... Zo zag van, het eruit toen jullie erin kwamen. Dan blijft het zo. Want even snel, het is van een projectontwikkelaar. Ja. Die wilde het slopen. Ja. Nieuwe huizen bouwen daar. En hij heeft wel een sloopvergunning, maar de vergunning voor die nieuwe huizen is afgekeurd. Dus hij kan er nou niks mee. En jullie hebben, er zijn eerst andere mensen in geweest, hè? Die hebben er dit van gemaakt, begreep ik. Ja. Ook een vorm van kraken, maar dan een beetje zieke vorm. Maar dit zijn gewoon kinderen die uit de buurt die vrijwillig mee helpen met poetsen. En nu zo. Zijn jullie het aan het opruimen. Ja. Wat willen jullie hiermee? Want je hebt dan zo'n pand, je zit daarin en dan? We willen dat daar culturele activiteiten gaan plaatsvinden.
En vooral dat mensen uit de buurt of gewone mensen, ja, dat er een plek is waar ze initiatieven kunnen uitvoeren. Dat vinden we heel belangrijk. En dat dat een plek wordt. Een soort buurthuis? Nee, eigenlijk niet. Niet alleen voor de buurt, maar vooral voor Eindhoven. Er moet een plek komen waar het niet draait om geld. En dat vinden wij heel belangrijk. Dus iedereen, de bedrijven en stichtingen en burgerinitiatieven die zijn aangebracht bij ons. Die doen het allemaal tegen een vrijwillige bijdrage. Gewoon om hun passie te delen en daarmee mensen te inspireren. Ja, om vervolgens ook gewoon je hart te volgen en te doen wat dat je leuk vindt. Dat is mooi, met maar het zal toch geld kosten. Wat zal geld kosten? Nou ja, als je dit wil ontwikkelen, als je hier iets van moois van wil maken. Als je dat zal het, zeker het geld zal sowieso kosten. Opgeknapt moeten worden. Ja, dat zal zeker geld kosten. Wij gaan een stichting en een vereniging opstarten. Wij zijn in oprichting daarvoor. Ja. We hebben Hans Matthäusen van het Vredesbureau gevraagd of hij de voorzitter wil zijn. Daar heb ik maandag een gesprek mee. En ja, dat zal wel helemaal goed komen. En nog wat meer Eindhovenaren met een breed netwerk en ervaring. Dat is heel belangrijk in deze, om te organiseren. Ze hebben een rekeningnummer momenteel al beschikbaar gesteld. Ja, maar misschien kun je iets vertellen over, want er is ook contact met de eigenaar geweest, hè? Ja, dat is eigenlijk meer Cindy's. Cindy heeft het vriendelijke lachje, die doet wat dat beter jouw, met de wat eigenaar. Wat is jouw afdeling? Mijn afdeling is, ja, Cindy kwam naar mij toe met het verhaal van, luister, we hebben de ark gekraakt, wil je erbij komen? En ik zeg van, ja, ik kom daar niet wonen, het is een stervenskoud, het is er nat, het is er opengebroken. Ja, je ziet hoe het pand eruit zag. Het is nog niet heel veel beter geworden, de rotzooi is van de grond, maar er moet inderdaad heel veel aan gebeuren. En Cindy komt meestal met de ideeën en als ze tot uitvoering gebracht moeten worden, dan hebben ze er andere mensen en dan, ja. Op het moment dat Cindy bij wijze van spreken wil gaan verven en yoga op één afdeling, zegt iemand anders van oké, Cindy, misschien is dat beter om dat op een andere afdeling te doen. Ik wil vooraf even zeggen, want je werkt dus bij taxibedrijven. Hmm. Dan wil ik even compliment geven. Als je het hebt over contrasten, Eindhoven, Amsterdam, hebben we laatst wat interviews over gegeven. En toen hebben ze ook gevraagd, van, is er iets mis in Amsterdam? Toen zei ik, nou, als er één ding natuurlijk al mis is, al heel lang is het taxiwezen. TCA. Dat een zo welbespraakte en ook nog kennelijk idealistisch geïnspireerde man bij de taxidienst werkt, dat vind ik wel een enorm compliment voor de taxis in Eindhoven. Fantastisch. Ja, toch? Ja, nou ja, of het is een compliment voor hem, hoor. Want ik weet niet of dat voor alle taxichauffeurs is. Maar nu even wat anders. Ja. Wat ik niet helemaal duidelijk heb nog, maar ik heb het dossier natuurlijk niet gevolgd, omdat ik de kranten. Oh, huisarts nodig. Oh, shit. Ja, daar moet ik eigenlijk naartoe. Maar ben ik ook nog geweest. Wat me nog intrigeert is, wat is nou de kiem van jullie actie? Is dat nou, laat ik zeggen, begaanheid met het monument dat misschien dit gebouw is? Ik weet ook niet of het officieel monument is, maar neem dat maar op in je antwoord. Of is het de drang om culturele activiteiten te ontwikkelen? Wat weegt nou het zwaarste? Eigenlijk beide. Ja, dat vind ik te makkelijk. Ja, maar dat is het wel. Nee, maar je ik wordt kan wakker en je wordt boos of je wordt heel erg geëngageerd. En is dat dan van dat fantastische gebouwde ark, dat gaat naar de kloten? Of is het toch erg dat er in Eindhoven niet genoeg niks te beleven van? Gaat dat helemaal gelijk? Dat kan niet. Nou, dat kan eigenlijk wel. Oh. Maar het pand gaat niet meer naar de kloten, daar gaan we zeker voor zorgen. Is het een monument? Het is geen monument. Maar oké. Maar waarom dan niet gewoon ergens anders een domicilie kiezen voor je culturele activiteiten? Nou, we hebben nu dit gekozen en de ark staat zelf als symbool, als naam, ook voor zelfredzaamheid. Dus dat vinden we heel leuk om daar mee bezig te zijn. Oké. Dus, ja. Ja, heel even nog. Er is contact met, wat daar hadden we het over, met de eigenaar geweest. Hè? Met de projectontwikkelaar, de vastgoedfraudeur. Nee, dat zeg ik maar. Ik heb net televisie gezien en dan zie je hoe dat wereldje in elkaar. En jullie hebben een soort overeenkomst met hem, hè? Die zijn we momenteel aan het opstellen. Ja. Dus hij ligt momenteel bij onze advocaat. De eigenaar is een tijdje geleden bij ons binnen geweest voor het eerst. En die vond dat het een stuk beter uitzag. Hij vond het ook leuk voor de buurt dat wij activiteiten gingen ontwikkelen. Hij was ook blij dat hij niet meer 's avonds door politie wordt gebeld als er weer een dakloos persoon uit de auto wordt. Wat komt er nu? Een soort gedoogovereenkomst dat jullie dan mogen blijven zitten? Ja, een gebruiksovereenkomst voor een bepaalde tijd. Hij heeft een rechtszaak lopen tegen de gemeente Eindhoven.
En hij vraagt een schadevergoeding aan de gemeente, omdat hij niks mag bouwen. Ja. En tot die tijd kunnen wij daar zitten. Als hij die rechtszaak wint, dan zou het voor ons goedkoper zijn om de ark te kopen. Te kopen. En wat moet het kosten? Momenteel 1,9 miljoen. Maar dan moet ik bijzeggen, hij heeft in 2007 voor 1,2 miljoen gekocht. Ja, maar en zo toen gaat was dat het nog helemaal gaaf. Hé, maar luister, en hoeveel hebben jullie al? Niks, wij zijn nog niet begonnen met inzamelen. Dus dan kom je tekort als ik snel reken, 1,9 miljoen. Nee, maar het is mooi en ambitieus, maar het is nogal wat je zegt. Hè? Nou, dat zat achter mijn vraag. Van als je nou, dit is een enorme hindernis er liggen hier. Er liggen bestuurlijke hindernissen, er liggen juridische hindernissen. Misschien ook zelfs wel veel tegenspraak ook in de gemeente van hoe besteed je dan cultureel geld en zo. Waarom dan niet op een goedkopere manier, ik prikkel maar een beetje, maar huisvesting, onderdak vinden voor je culturele activiteiten. Dit is wel een lange weg. Ja, maar wel een leuke weg sowieso om te gaan. En het is ook gewoon waarom dit pand en waarom niet een ander pand. Maar ik rijd nou zo'n 4 jaar taxi hier in Eindhoven. En als ik begin over het oude stadhuis van Eindhoven, weet iedereen waar het over gaat. De leegstand in Eindhoven. En op een gegeven moment, iedereen is het een beetje zat. De agressie loopt de spijgaten uit. Er gaan veel dingen fout in Eindhoven. De Hovering, het 18 septemberplein. Er zijn genoeg fouten. En op een gegeven moment was het ergens, oké, het wordt... We moeten tegengas gaan geven. En dan is het in dit geval kraken. Of in elk geval demonstreren. Of in elk geval kraken. En zorgen, kijken of we zelf iets aan de situatie kunnen verbeteren. In plaats van het erger maken. En daarom de ark gekraakt. Ja, ik vind het op zich een leuke ontwikkeling. Kraken was aanvankelijk. Ja, doe maar. Kraken en dan had je de politie tegenover je. En dan kwamen er gewelddadige acties enzovoort. Daarna kreeg je het... De vorm van kraken, anti-kraak, kraken. Dus dan kon je erin en dan met de eigenaar van we zitten er. En nu, dit zie ik dan weer als een voortschrijdende vorm van kraken. Dat is dit en dan ga je er iets moois van proberen te maken. Ja? En ik denk dan echt Eindhoven weer. Dat is dan jouw ding. Ja, zo gaat het in Eindhoven. Anders hadden we ook nooit een cd gehad en al dat soort andere dingen. Want dat zijn mensen die toch doen wat ze vinden dat ze moeten doen. Dus de ark is het wonder van Eindhoven? De ark is één van de wonderen van Eindhoven. Ik wens jullie er heel veel plezier mee. Leuk dat jullie wilden komen. En ook dit blijven we volgen. Dankjewel. Nou, je had net al een leuk bruggetje. Nou mag je de volgende gast weer aankondigen. Oh ja. Dat is weer Floor Hofman. En ik heb begrepen dat ze straks hier komt ook. Oh, jij gaat naar haar toe. Maar ze gaat eerst zingen. En nu met een Nederlands liedje. En dat heet In de Wolken. In het koude gras.
zo groot en toch zo klein. Ga mee met mij op zoek naar ons geluk. Diep in de tijd, we komen niet meer terug. Oh. Floor, daar ben je weer. Ik ben een beetje in verwarring, want volgens mijn gegevens ben je in 2,5 jaar 4 jaar ouder geworden. Oh. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 17. Ah nee, dan heb ik het verkeerd gelezen. Ik las 19. Oh. Nee, dat klopt. Je was bij ons toen was je 15. Ja. Toen was je lovende recensies in kranten. Je was de ontdekking van Folkwoods toen. Klopt allemaal, hè? Ja, een beetje. Ja, hoezo een beetje? Ik heb op Folkwoods gespeeld. Ja, nee, en ik heb net Tinus Kanters nog gesproken. Ja, hij zei dat was de revelatie. Afijn, dat was heel goed toen. moeilijk woord voor Scrabble. Hoe gaat het nu met je? Ik ben nu op muziek, niet zo super actief, moet ik eerlijk zeggen. Hoe lang al niet? Ja, een halfjaartje, denk ik. Oké. Waar ben je dan wel actief op? Nou, ik heb laatst een documentaire gemaakt. En die heb ik vorige week gepresenteerd in de Plaza Futura. En die komt nog online, als het goed is. Een documentaire over? Over inspiratie. Wauw! Ja, dus ik heb verschillende kunstenaars geïnterviewd over wat hun ervaringen daarmee zijn. En ook een psycholoog. En dat is... Ja, het duurt niet lang. Het is een half uur. Maar waar komt dat vandaan bij jou? Oh, sorry. Ja, toch wel weer uit de muziek eigenlijk. Want soms had ik het idee van... Soms heb je geen inspiratie, soms heel veel. En het is heel, heel wonderlijk. En ik vroeg me gewoon af hoe dat in elkaar zat. Hoe dat werkt? Ja. En toen ben je mensen gaan interviewen? Zelf op onderzoek uitgegaan, ja. Ah, en wat heb je ontdekt? Dat het gewoon iets vaags is en niet af te dwingen is eigenlijk. Want ja, er waren veel verschillende meningen over. Een psycholoog zei wel van, joh, je kunt het wel. Je moet gewoon ervoor gaan zitten, veel input geven. Dan komt het vanzelf. En veel kunstenaars zeiden juist weer van, nee, je moet het laten gaan. Want je kunt het niet afdwingen. Het is toch inspiratie en transpiratie, dacht ik. Hè? Ja. Heel hard werken. Klopt. En ja, toch iets wat het dan bijzonder maakt. Ja. Hey, maar en dus muziek is... Dat waaiert weg. Ja, ik heb daar geen concrete plannen voor. Wat we nu horen, is dat oud? Is dat... Dat zou je oud kunnen noemen. Het is relatief natuurlijk. Ja. Maar het laatste half jaar geen nieuwe dingen gemaakt. Oh, jawel. Ja. Oh, wel. Ik schrijf nog wel liedjes en zo. Want ja, dat is inspiratie. Inspiratie is toch ook een soort stroom die altijd maar doorgaat? Ja, het is niet zo dat er nou ineens dat ik niks meer doe. Nee, of dat die opgedroogd is of dat je zegt... Ja.
Gisteren was het er nog en vandaag niet meer. Nee. Ja. Zeker, ik ga het ook zeker oppakken. Ik weet gewoon niet goed wanneer en hoe precies. We weten dat allemaal niet, hoe het verder gaat met ons bestaan. Hé, hey, maar nou ja, dromerige liedjes tot nu toe. Ja, dadelijk komt er een andere. Maar ik vroeg me net af, alleen maar dromerig? Nee, toch ook... Ja, wacht maar op. Hey, ik wou het zeggen. Hé, hey, leuk dat je er weer bent. Wie is je gitarist? Casper. Casper? Ja. Oké, okay, je komt nog een keer terug. Dank je wel. Even. Ik noemde de naam Tinus Kanters. Die is van Folkwoods. Nou ja, Folkwoods. We hebben het allemaal weer gelezen. Red het niet. Of red het even niet. Houd even op te bestaan. Geld. Ik ga zo meteen praten met een omgevallen organisatie, de Krabbedans. Waanzinnig mooie en belangrijke culturele organisatie in Eindhoven. Bestaat niet meer. Geld. Money makes the world go round. We hebben hier een project voor 1,9 miljoen. En daar komt nog geld. Jullie kennen me. Als ik over geld begin, heb ik het over spam. Over deze talkshow die we met heel veel moeite nog steeds in de lucht houden. Maar allerlei geldbronnen vallen weg. De gemeente kan niet meer bijspringen enzovoort. Dus gaat het nog lukken volgend jaar? Zal je denken, nou dat zal zijn zorg toch niet zijn, want hij houdt ermee op. Nee, maar ik blijf natuurlijk wel met de organisatie bezig. We vallen terug op een oud plan. Het biovakantieoordplan. Dat was vroeger als je in de bioscoop zat. Dan was er zo'n filmpje. En dan op een gegeven moment kwam er zo'n eend met een collectebus. En dan hoorde je die collectebus ook al aan de deur. En dan kwamen die supposten en die kwamen die collectebussen doorgeven. En dat gaan wij nu ook doen. We hebben alleen geen collectebussen. We hebben schaaltjes. En we vragen jullie om dat erin te stoppen waarvan je denkt, nou dat zou ik ook wel willen betalen als ik naar zo'n fantastische onderhoudende talkshow ging als deze. Met te gekke muziek, met hele interessante en boeiende gasten enzovoort. Met andere woorden, ik wil niet het lullige gerinkel horen van 20 cent die je erin gooit. Ik wil niks horen. Ik wil flappen zien. Ik dank jullie vast hartelijk. Ik ga na afloop ook vertellen wat we tekortkomen en wat jullie de volgende keer gaan bijwerken. Nee, laat het maar gebeuren. Ja, ach, dit moest me even van het hart, Joost. Hoe gaat het in de uitgeverij? Is dat ook een moeilijk métier op het moment? Ja, het is wel heel moeilijk, ja. En dat, om te beginnen zijn wij ook onhevig aan de recessie natuurlijk. Ja. Zoals bijna elke tak van kunst en bedrijf. Maar er is ook iets met lezen en boeken aan de hand. Waar we als vakmensen nog niet helemaal de vinger achter hebben. De vrije tijd wordt wat minder besteed aan lezen, lijkt in toenemende mate door mensen van jong tot oud overigens, hoor, die veel tijd aan hun smartphone bezig zijn. Ik weet zeker, als ik deze zaal zou vragen, hoeveel tijd besteed je aan je smartphone, en de meesten zullen er eentje hebben, 2 jaar geleden, en hoeveel besteed je afgelopen etmaal aan, dat het schokkende resultaten zal opleveren. Ja, dit is ons jonge publiek. Nee, maar het zijn zeker ook mensen van middelbare leeftijd en ouderen die onwaarschijnlijk veel tijd stoppen in social media en een smartphone en et cetera. Ja, ik merk het dus ook aan mezelf, hoor. Ja, aan mezelf. Ja. Ik bedoel, het is mijn vak, maar ik zelfs, weet je. Maar dus ik lees toch ook nog wel eens een boek. Ja, dus maar dat is een beetje het is verwarrend, want ik lees ook weer dan in de krant op een gegeven moment bericht van, nou, de boekverkoop, dat valt nog niet tegen. Nee, de boekverkoop is. Ja, dat was een heel goed opgepropagandeerd berichtje. Ja, waarvan ik de achtergrond wel weet. Sommige dingen kan je liegen zonder te liegen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar de werkelijkheid is dat de branche iets van 15% terug is. Ja. Ik hoop hier in Eindhoven, want er waren hier vroeger ook meer levendige boekhandels, heb ik de indruk, dan er nu zijn. Ja. Maar gelukkig is er een zich nu veranderende, verbeterende selectie van pieren. En mijn oude GLE-klasgenoot Jack Spijkerman, die heeft volgens mij ook een goede boekhandel. Die heeft hier ook nog zijn winkel, ja, en dan, zeker. En dan vergeet ik er hopelijk nog een stuk of 4, 5 boekhandels. Maar dit is echt teruggelopen en mensen houden geld wat meer in de zak. En er komt toch iets meer digitaal lezen ook op. Ja. In Nederland met heel veel vertraging, maar
de eerste verstokte iPad en e-reader lezers zijn er. En wij uitgevers en schrijvers, dat is zoals in de muziekindustrie, zoals je weet, heeft zich dat al eerder voltrokken, ja. Verdienen daar eigenlijk te weinig aan. CD's worden helemaal niet meer verkocht. Boeken dan nog wel wat beter, denk ik. Ik ben een van de laatste klanten van Concerto in Amsterdam, volgens mij, waar nog maar 5 jaar geleden... We gaan door met de vranghekken stonden. You made your point. Sorry. Cultuurorganisatie De Krabbedans is niet meer. De Krabbedans is slachtoffer geworden van de gemeentelijke bezuinigingen. Afgelopen zaterdag ging na ruim 50 jaar de deur definitief op slot. Heel zuur, voor mij persoonlijk, maar ook voor alle medewerkers die natuurlijk op straat staan straks. Vooral voor het kunstpubliek, wat nou een hele grote belangrijke instelling moet gaan missen. 56 jaar lang. In de binnenstad van Eindhoven geopereerd, geëxposeerd, kunstcafé geweest, uitleen, bioscoop. Hè, later plaatsen Futura geworden. Ja, ontzettend jammer. Ontzettend jammer. Echt, dit was een beslissing die uit de lucht komt vallen. 2 dagen voor de start van het nieuwe jaar horen wij van de gemeente dat de subsidie van De Krabbedans tot een einde komt na een relatie van 50 jaar. Ongehoord. Ja. U noemt het zelfs onbehoorlijk bestuur. Ja, dat is onbehoorlijk bestuur om op deze termijn aankondigingen te doen. Ja, zeker. Zo durf ik dat best te kwalificeren. Nou, Marieke van Schijndel, kom maar. Ik heb net voor je ingeschonken. Ja, want ik dacht, eigenlijk zou je wel een borrel lusten, dacht ik. Nou, die drink ik 5 borrels per jaar, dus geef mij maar thee. God, Marieke, wat moet ik nou zeggen? Gecondoleerd? Nou, ik zou eerder misschien de gemeente en de wethouder zou je dat tegen moeten zeggen. Ja. Ik vind het heel jammer namelijk dat ik nou jullie vandaag hier eigenlijk met negatieve energie, met een negatief verhaal moet komen. Want dat is nou juist wat de Krabbedans 56 jaar niet heeft gedaan. Dus even voor de mensen die het niet weten. De Krabbedans. Ja, Krabbedans. 56 jaar. Pionier. Begonnen in een oud schoolgebouw. Opgericht door kunstenaars. Professionele kunstenaars uit de stad. Omdat er geen plek was. En dat is altijd zijn we blijven pionieren. Dus we waren eerst expositieruimte. Daarna kwam er café, bioscoop. De uitleen bij. Een designshop. En de kunstuitleen. Die kunstuitleen, ja, dat had ik al ook aangegeven. En zijn we dus uiteindelijk bijna 12 jaar in de Witte Dame terechtgekomen. En van daaruit geopereerd. Dus we zijn een centrum altijd geweest voor de professionele eigentijdse beeldende. En jullie waren altijd een stichting? Een stichting. Als organisatie een stichting, zonder winstoogmerk. Ja. En die kon alleen maar bestaan bij de gratie van subsidie. Die kon bestaan bij de gratie van onder andere subsidie. Onder andere. En ook eigen inkomsten en sponsoring. En dat is wat we de laatste jaren ook probeerden te verbeteren. Alleen toen werd er in 2011 de uitleen afgehaald. En ik wil ook nog hoezo even... eraf gehaald? Wie die werd dat? Al stopgezet door de gemeente. Maar ik wil wel even ook nog aangeven dat als ik het hier over mensen heb, dat ik niet om gaat om op de persoon te spelen, maar wel op hun verantwoordelijkheid. Ja. Dus eind 2011, eind november, toen wij net in onze plek zaten aan de voorzijde van de Witte Dame. Daar, hè? Of nee? Ja, daar. Ja. En de kunstuitleen, omdat dat een verbetering was om goed samen te werken met de bibliotheek, die was naar boven gegaan bij de bibliotheek. Dan moesten de laatste plakletters nog komen, de laatste dingen werden ingericht. En dat deden we met een hele grote groep, want we zijn maar met 5 part-time professionals. We zijn met heel veel vrijwilligers en freelancers. En samen met zo'n 40 man waren we daar die plek aan het van maken. En we hadden een verwenlunch en dat werd bijna een afscheidslunch. Want toen hoorden we dat de uitleen en de designshop werden gestopt. Ja, de figuur is steeds dat er dan als een soort bliksem het op jullie neerkomt. Heel even, voordat we daarop ingaan. Want hoe lang werk je daar? Ik ben 7 jaar, bijna 7 jaar artistiek leider. Precies zo oud als mijn zoontje Victor is. En hoeveel jaar met plezier? Tot 14 december. Afgelopen 14 december. Afgelopen 14 december. Je hebt een bijzondere move gemaakt, want je kwam van de Rabobank. Ja, dat klopt. Ik was hoofd kunstzaken 10 jaar en ik werkte 12 jaar
als medewerker kunstzaken, maar de meeste tijd als hoofdkunstzaken van de Rabo Kunstcollectie. Die kunt u allemaal nog in de prachtige kunstzone bekijken in Utrecht. En daar werkte ik aan, ja, met de topkunstenaars van Nederland. En heb ik een kunstcollectie opgebouwd die zeer belangrijk is zeg maar de eigentijds culturele erfgoed helpen behouden. Ja. En dat heb ik... ik wilde, omdat de Rabobank is van oorsprong opgericht door zijn klanten, is een coöperatie. Nog steeds. Een fantastische partij altijd geweest. Maar op dat moment was de Rabobank erg bezig met zich te richten op de Randstad. En minder op het door mij zo geliefde Brabant en Eindhoven, waar ik vandaan kom. En ik had altijd al gezegd, ik wil ooit de overstap naar de kunstwereld maken. En destijds werkte ik met Jan Debout en daarna met Hendrik Driessen, die daar ons ook adviseerde van. En had ik het er ook over gehad, wanneer zou het goed zijn om die overstap te maken. Nou, op een gegeven moment ben ik die overstap gaan maken, omdat ik heel graag juist iets wilde betekenen voor Eindhoven en voor Brabant, omdat daar mijn hart ligt. En dat ik daar gewoon zelfbewust en trots voor wil instaan. En ik wilde heel graag ook meer zien van wat er hier op kunstgebied en op designgebied gebeurt. Oké, dat heb je gedaan. Ging een aantal jaren hartstikke mooi. En ik leende ook kunst. En dan gebeurt dit opeens. En dan past het niet een beetje in de tijd? Er is toch... we hebben geen geld meer. Ja, dat zou best kunnen. Vandaar dat wij ook zelf steeds keken hoe kunnen we weer pionieren. Hè? Dus waren we bezig met kunst in het openbaar gebied, dicht aan onze pleinen. Hoe kun je daar de levenskwaliteit en de verblijfskwaliteit, het verpozen op die pleinen, verbeteren door kunstenaars die daar beelden voor aanreiken? Dat is één ding bijvoorbeeld. Ja. Hoe kun je verbindingen leggen met de opleidingen? Waar we aan doen met mode ROC? Hoe kun je veel meer doen om kinderen en jongeren bekend te maken en vertrouwd te maken met de eigentijdse kunst en design en mode, waar we ook aan het doen en zouden we gaan doen. En hoe kun je dat verbinden met geldschieters? En als je dan ineens in twee keer knock-out wordt geslagen, dan kun je dat dus niet geleidelijk aan gaan realiseren. Knock-out slaan. Dat blijkbaar. Blijkt ja, en daar zit iets achter. Daar zit een mensbeeld achter. Een beeld op deze vrij grote stad, wat in ieder geval niet het mensbeeld is van de krabbedans, die het verschil altijd voor kunstenaars heeft willen maken. Maar zeg je daarmee, ja, dit is nou weer typisch Eindhoven, dit had in Emmen of in Meppel niet gebeurd? Ik denk dat het ook ligt aan de personen, dus aan hun verantwoordelijkheden. Het gaat erom, nou, dat weet ik niet. Ik kan daar niet in die steden kijken. Maar wat jij net al suggereerde, natuurlijk een landelijk fenomeen. Ja. Dus in alle kunstvormen worden in elk dorp en elke stad en landelijk wordt er bezuinigd. En ik vind het moeilijk altijd, in mijn gebied van de letteren is ook een hoop subsidie. Er zijn bijvoorbeeld in Nederland nog altijd 10 serieus literaire tijdschriften. Weet je hoeveel lezers die hebben gemiddeld? 200 of zo. Hè? Dus gevend heeft het ministerie daar de subsidiekraan dichtgedraaid. Toen is er natuurlijk een enorm protest gekomen. Van sommige van de protesterende denk ik dan van, god ja, maar je hebt zo op je dode akkertje op die subsidie gedraaid. Niet zeiken, dat is niet erg. Ga je best doen. Anderen die hebben zich naar voren zijn voorgekomen. En nu zijn er, toevallig stond in de krant deze week, 4 van die bladen. Hè, eerbiedwaardige oude literaire bladen. Hollands Maandblad, Tirade en zo. Die hebben, maar ook een nieuw blad. Die hebben heel veel geld gekregen. Dan wel ten koste van de anderen. Dus er worden natuurlijk keuzes gemaakt. Maar dat gezegd zijn, dan vind ik, als ik dit zo hoor, dan denk ik ja. Ik weet natuurlijk helemaal niet jouw specifieke problematiek en in hoeverre er al dan niet het een overval is of zo. Ik kan alleen maar naar je luisteren. Maar ik vind het wel heel schrijnend natuurlijk van deze tijd. Dat je heel veel, ja, het is een beetje demagogisch bijna zoals ik het formuleer, maar waar je heel veel corruptieschandalen hebt en vastgoedschandalen. Dat die paar miljoen, ik weet niet hoeveel het er precies waren met dat woonwagenkamp hier in Eindhoven. Maar moet je even voorstellen. Ja, de verhuiskosten. Nee, ja, moet je even voorstellen dat een paar... Waren jullie daarmee gered? Wij hebben €350.000 nodig. Dat en is waren een begroting bezig, natuurlijk. Ze hebben nog geen half miljoen begroting. We waren bezig om dat nog terug te brengen. Maar daar heb je tijd voor nodig. En dat is eigenlijk de kern. Je hebt tijd nodig om dat te kunnen doen. En je refereert aan sommigen met weinig lezers. Overigens is dat altijd ook nog maar de vraag, hè, wanneer is iets belangwekkend, als er heel veel mensen komen of weinig mensen. Maar wij hadden gemiddeld sinds 2008 ruim 20.000 bezoekers.
Hou dat even vast, hè, want in de krant heeft de wethouder gezegd dat wij 5000 bezoekers hadden. En dat we daarom, en omdat zij vonden dat wij inhoudelijk niet hadden kunnen duidelijk maken wat wij het komend jaar gingen doen, dat ze daarom de subsidie introkken. Op 14 december, dat vertelde, en dat is 1 januari ingegaan. Maar we hebben er altijd gemiddeld ruim 20.000 gehad. Okay. Dat is heel interessant natuurlijk. Dus daar gaat het niet om. Ja, maar dan komen we in een semantische discussie over inderdaad. Nou, het zijn feiten. Ja, dat zijn feiten. En de wethouder zegt dan, ja, maar dit zijn mijn feiten. Wat ik jammer vind is, je hebt eten, drinken en je hebt cultuur. Precies. Dat zijn basisbehoeften. Geen seks, hè, trouwens. Ja, maar dat is alle drie. Oh. En seks, nee, natuurlijk. Nou, op eten, drinken en seks wordt nog steeds niet echt bezuinigd. Maar de cultuur valt er op grote plekken helemaal tussenuit, want dit is ook cultuur. Jullie waren samengegaan met de bibliotheek. Nou, dat was een bestuurlijke een soort reddingsplan. Dat was een bestuurlijke samenwerking om de kunstuitleen met name en ook de andere projecten van ons een zeg maar uiteenlopende breder publiek. En publiek te geven en ook de communicatieve slagkracht te vergroten. Ja. En gewoon om de back-office te delen, wat de gemeente ook stimuleerde. Dat kunstinstellingen bepaalde dingen samen doen om de kosten te drukken. Is het daar eigenlijk al misgegaan? Omdat je vanuit beleidsplannen, waarbij altijd logisch lijkt dat je dingen samenvoegt en back-office deelt en al dat soort taal. Is het daarmee zeg maar, de ziel van de krabbedans misschien al een beetje vervreemd geraakt van het verleden? Nee, ik denk het dat niet. Dat je moet samenwerken met een bibliotheek met heel andere problematiek. Nou, dat is een apart hoofdstuk, zou je kunnen zeggen. De bibliotheek moest zijn cultuurprofiel inleveren, moest halveren. Maar wij zijn zelf juist heel sterk en zeer duidelijk ons gaan profileren. Alleen, en dat kun je ook zien, net kwam hier in het filmpje Jos Jansen bij Jouw Wonder van Eindhoven voorbij. Met een prachtige foto van een soort sterren flitsen naar allerlei plaatsen vanuit het centrum van de wereld Eindhoven, hè, wat het dan even is. Jos Jansen is onze laatste exposant geweest. Dat is één van die toptalenten, die dus, waarvoor wij het verschil maken. En dus waren wij met hem, die overigens ook gerecenseerd werd in de NRC, met 4 van de 5 sterren, die bij de VPRO Radio is geweest. Dat is onze laatste exposant geweest. Je hoeft eigenlijk, want ik denk dat ook zeker ons publiek hier volledig overtuigd is van het belang van de krabbedans voor Eindhoven. En nu ook geconfronteerd is met het feit dat dat niet meer bestaat. En nu? Ja, nu is er dus in Eindhoven, dat in 2018 Europese culturele hoofdstad wil worden, is er voor u, als u of andere mensen die hier niet wonen, vandaag willen zeggen van waar kan ik nou de toptalenten uit deze regio zien, dan kunnen ze die structureel nergens zien. Je kunt natuurlijk naar een paar galeries, maar die hebben een stal van misschien 20 kunstenaars. Maar steeds de wisselende toptalenten die onafhankelijk werken en denken, die kun je niet structureel dus op een plek in Eindhoven meer zien. Een stuk belangrijke kwaliteit weggevallen. Ja, en dat is omdat wij ook niet in het straatje passen van hoe de gemeenteafdeling Kunst en Cultuur opereren op dit moment. Design. Ja, maar wij deden ook aan design. Het gaat erom dat zij een bepaald beeld hebben. Wij werkten vanuit de kunst en de kunstenaar, dienstbaar aan de kunstenaar. En daaruit legden wij verbindingen naar subculturen, naar opleidingen, naar het publiek, naar de wijken. Maar wij waren niet andersom bezig. Dat je alleen zeg maar mensen in de wijken, wat het nieuwe cultuurbeleid wordt, lees allemaal maar eens de metavisie 2014 en verder. Nee, ik weet het allemaal. Ja. Wij werkten vanuit de kunst. Hoe goed jullie waren. Nee, en ik vertel wat er niet meer is in Eindhoven. Ja, dat je vanuit de kunst werkt. Wat is er dan, dat vraag ik jullie beiden als Eindhovenaar. Nou ja, jij bent dan een import. En ik ben een exportgeval. Maar in veel gesprekken over Eindhoven de laatste tijd in het kader van het project kwamen we toch regelmatig tegen wat een verslaggever van het Eindhoven Dagblad noemde het Calimero-effect. Dat Eindhovenaren de neiging hebben om zich kleiner te voelen dan ze eigenlijk zijn. En ook meteen in de verdediging te schieten bij alle dingen. Als je dan praat over cultuurbeleid,
En je zegt van nou, Eindhoven is leuk in design, maar de kunst is natuurlijk helemaal niks. Dan krijg je daar heel veel actieve respons op. In de zin van, er is hier heel veel, je weet niet half wat hier allemaal gebeurt. Nu hoor ik dit verhaal en dat is totaal de andere kant van de medaille. Is er nou nog een vorm van bloeiend kunstleven in deze stad of niet? Ja, dat is er. Alleen om dat naar de bezoekers, naar het publiek te brengen. En om voor die kunstenaars een eerste stap of soms een verdere stap in hun levensloop, in hun loopbaan te brengen. Daar heb je plekken voor nodig. Heb je een podia voor nodig. En daar heb je ook mensen voor nodig. Ja, zoals zo. Mijn collega's en ik. Die als, noem het maar even kunstdeskundigen, dat is dan ook een vak. Die dat zeg maar daarbij helpen. En daar heb je professionele ruimtes voor nodig. Kun je niet alleen maar broedplaatsen in de modder voor hebben. Want daar kunnen de Eindhovenaren niet naartoe. Of in ieder geval daar gaan ze. Dat is meer freewheelen, hè, onder ons. Hè. Maar je hebt plekken nodig waar je juist zelfbewust en trots als Eindhovenaar of als bezoeker of als expert kunt kijken naar wat hier aan bijzondere en hele goede kunst gemaakt wordt. Maar dat zal dus niet meer kunnen? Nee, en ik zou eigenlijk, dat duurt 2 minuten, dat heeft mijn collega Ineke van Dijk als laatste geschreven, ik zou heel graag dit willen voorlezen. Tot slot. Salon de Refusé, café, kunstenuitleenbioscoop. Kunstscout Design Shop, expositieruimte, ruimte voor kunst- en cultuureducatie, pop-up store, ontmoetingsplek, werkruimte en denkplek, plek voor modeontwerpers, fotografen, schilders, vormgevers, filmmakers en beeldhouwers, keramisten, performance, schrijvers, makers, denkers, kijkers, bouwers, bezoekers, liefhebbers, verzamelaars. Studenten en kinderen, maar bovenal een plek voor kunst. De Krabbedans is gesloten na 56 jaar. Exposeren, lezingen geven, werkperiodes, optredens. Organiseren, experimenteren. Bouwen, schilderen. Fotograferen, schrijven. Kritisch denken, vernieuwen, meedenken. Tegengas geven, filmen, opbouwen, afbreken. Opnieuw beginnen, uitlenen. Veilen, rekenen en sjouwen. Vieren, samenwerken, pionieren, inrichten en uitvinden, overleggen en uitnodigen, opstarten, uitbreiden, inkrimpen, herzien, verbeteren, beschrijven, vertellen, kijken, sluiten, zwijgen. Dankjewel en sterkte. Ik zoek meneer Frank van der Spam. Meneer Frank van der Spam, aanwezig in de zaal. Wie ben jij? Goedendag, wie ben jij? Ja, ik ben Frank van der Spam. Jij bent Frank van der Spam. Ik ben Chef den Becker en jullie had een stukje Netersolst promotiegebak besteld, begreep ik. Wat is dit? Netersolst promotiegebak. Zeg jou dat wat? Nee, daarvoor ben ik echt te lang weg. Netersels. Iets met brandnetels. Nee, netersel. Jij weet toch niet zeggen dat jij niet weet wat netersel is, hè? Nou, ik ken de Jordaan, ik ken Slotervaart, maar netersel, nee, vertel. Nou, is er een inboorling in de zaal die misschien wel weet wat netersel is? Ja, kijk nou. Ja, nee, dat bedoel ik, maar ik kom ook niet van hier, chef. Jij komt niet van hier, jij komt van Amsterdam. Dat mag je wel zeggen, ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, de rekening was €36,65, maar er is al voor betaald door mevrouw van der Meulen. Nou, dat is fijn. We zullen hem met genoegen opeten, dankjewel. Je bent er tevreden mee zo, €36. Ja hoor, het ziet er hartstikke goed uit, lijkt een beetje op die rotsen. Kijk, daar hou ik nou van, hè, mensen die een beetje positieve kijk op de wereld hebben. Hé, maar dat... chef, het gaat je goed verder? Ik ga er nog eens wat bij vertellen. Oh. Nou, skiet op dan. Dat ga ik heel we zijn doen. Al zwaar over de tijd. Ben ik over de tijd? Nou, over een datum. Chef den Becker, Chef den Becker. Ik zal het uitleggen, dit is Nederlands promotiegebak. En nou zeggen mensen wel eens, is die nou, waar krijg ik nou voor mijn geld, hè? En dat is toch mooi. Maar ik zal het precies uitleggen. Netersel is eigenlijk een van de meest miskende plaatsen van Brabant. Wij waren, toen Eindhoven nog een boerengat was, waren wij de mainpoort van Brabant. Alle handel voor Keulen en Aken en Maastricht kwam allemaal over Netersel. Nou, dat is allemaal een beetje in de versukkeling geraakt zo, hè. En
toen zagen wij dat dat met Eindhoven toch wel aardig vooruit ging. En toen zijn wij gaan kijken en dachten, hoe doen ze dat nou? En toen hebben wij gepraat met een burgemeester hier. En die zei, wij werken aan het merk Eindhoven. En toen dachten wij, dat gaan wij ook doen. Beter goed gejat dan slecht uitgevonden. Dus wij doen nou van alles om het merk Netersol Europees neer te gaan zetten. Wij willen dat wij weer gezien worden en erkend worden in een internationale context. En daar doen wij allerlei dingen voor. Daar hebben wij bijvoorbeeld elke grote activiteiten gratis voor iedereen. Wij hebben bijvoorbeeld elke herfst hebben wij gloei. Dat is een grote lichtshow bij de Antoniuskerk en bij de Buntsteker. En er komen een hoop mensen naar kijken. Kost waar de credo qua. Elke winter hebben wij een verlicht ijsbaantje voor de kinderen bij de winkels. Dat kost wat man en herde ook wat. Elk verjaar hebben wij een week. Die heet de DDWWW-week. Die term kennen jullie misschien wel. Dat heet dan bij ons dingen die wat werd waren. Dat is een soort rommelmarkt. En elke zomer, en dat heet Eindhoven, die hebben wij een internationale jaarmarkt. Als je kijkt wat daar niet staat aan buitenlandse auto's, Polen, Belgen, het is er allemaal. Kijk, daar kunnen ze nou in Amsterdam en in Rotterdam nog iets van leren. Hè? Maar ik zeg al, dat kost wat. En toen zijn we ook gaan kijken naar Eindhoven, hoe doet de gulli dat nou? En dan zei je, als je wilt investeren om groot te zijn naar buiten, dan moet je soms klein durven zijn naar binnen. He, dus je moet echt letten dat je investeert in iets wat jouw imago ondersteunt. En al die kleine dingen die leuk zijn voor de mensen in de stad, ja, daar kunnen ze nu en dan wat knijpen en wat bezuinigen en doen. Dan houdt er dan nog wat aan over. Nou, dat zijn wij dus ook gaan doen. En als gevolg daarvan is het zo dat wij dus bijna internationaal gerenommeerd zijn. Onze burgemeester ziet er overal in Istanbul, in Nanjing, in New York. Hij is er altijd bij. Dus wij komen helemaal op het podium te staan. En nou zeggen mensen in Nederland wel eens, moet dat nou, hè, dat dat zoveel kost en dat er zo weinig voor ons overblijft? Zeggen, ja, dat moet. Je moet op langere termijn durven denken. En ik kan jullie houden wel van verrassingen. Ik zal jullie wel zeggen, wij gaan een bidboek uitbrengen voor de volgende editie van Europese Culturele Hoofdstad. Ja, dat duurt nog even, we hebben nog de tijd om te groeien. De pastoor die zegt, ik heb ook een bidboek, ik help jullie. Dus die hoopt er ook een graantje van mee te pikken. Nou, en tegen de tijd dat dat zover is, dan mogen jullie in het muziekcentrum het wonder van Netersol gaan vieren. Nou, dat vind ik fantastisch, chef. En ja. We wensen je daar heel veel succes mee. Laat je het gebak hier wel. Laat het gebak smaken, want ja, elke hap is een daalder waard. Een goede reis terug en wees voorzichtig. Ik ga weer aan de slag. Het kan glad zijn, jongen. Mensen, goeiedag. Ik weet niet wie de mafkees was, maar ik kwam hier zomaar binnenstappen. Maar ik hoor dat hij hier vaker is, toch? Oh, oh. Ja, maar dan ziet hij er steeds anders een uit. Andere snor. Dan ziet hij er anders uit. Jij bent weer. Ja, ik aan mij de eer om het laatste liedje aan te kondigen van Floor Hofman. Daarna is het geloof ik afgelopen. Hè? Ja, of krijgen we jou nog even terug? Dan krijg je mij nog even te horen. En het liedje heet Billy.
humeur met zijn mooie praatjes. Hij doet het niet, hij doet het niet. Doet hij het niet? Hij doet het wel. Dankt onze spamband met vandaag aan de piano Jordy Haven. Ja, en Matthijs van der Ven op bas, normaal piano. En John Mazakkers drums. Ik dank iedereen, meneer Frits. We hebben opgehaald. Oh shit, dat is veel te weinig, jongens. €164,35. We hebben afgesproken, de deuren gaan nu dicht. Er komt een groep van 7 Belgische jongeren. Die komt nog een keer langs. En dan denken we dat de opbrengst flink omhoog zal gaan. Dacht het ook. Ja, nee, we zijn er blij mee. Maar als je het omrekent per bezoeker, dan ja. Maar ja, tegenwoordig is alles teleurstellend. Ja, nee hoor. Goede geluiden gehoord vandaag. Mooie initiatieven. Een leuke sidekick, hoe vond je het? Enorm leuk om te doen. Ik dacht aan die mensen die een 20 in dat bakje hebben gelegd. Volgens mij moet je die toch wel een beetje koesteren. Eerlijk ja, gezegd. Maar er zijn er ook vaak die leggen een 20 in het bakje en dan pakken ze er €15 uit. Oh ja. Ja, dus oh, daar ben ik niet bij. Wat een Amsterdamse opmerking. Hartstikke goed. Nee, dit zijn kapitalisten. Ja, ja. Ik bedank ook mijn redactie, ik bedank meneer Frits, ik bedank de techniek, ik bedank City TV. Ik wijs erop dat we 17 februari een bijzondere aflevering hebben, een oude wens van mij. Succesvol en gehandicapt, dat betekent dat we mensen met een handicap mag je trouwens niet meer zeggen tegenwoordig, hè, maar met een beperking, alleen maar met dat hier aan tafel hebben en desondanks toch een normaal leven kunnen leiden en succesvol kunnen zijn. In maart Theo Maas, heb ik al gezegd. We gaan door tot mei. En Matthijs zet de eindtune in. Dankjewel.